Goedemorgen. Als het goed is, is vandaag mijn laatste quarantainedag. Als je denkt, wat ziet die meid er raar uit? Ik heb een maskertje op mijn gezicht gedaan. Ga ik de GGD maar even bellen. Kijken wat die ervan zeggen, hoe ik me voel, of ik dan weer naar buiten mag. Wat ik nu eerst ga doen, is even ontbijt maken. Ik ga bananenpannenkoeken maken. En daarbij dacht ik, ik heb gisteren van Rebecca van Hart voor Paarden een aantal spulletjes gekregen. Om misschien te hopen dat mijn lichaam nog een beetje sneller opknapt. Ik heb hier van Ecostel de Pyrogenium. Het valt onder homeopathisch geneesmiddel. Nou, wat het vooral doet, zodra dat zeg maar in je lichaam komt, gaat je lichaam daar extra veel antistoffen tegen maken. Waardoor er eigenlijk extra veel antistoffen in je lichaam komen. En dan hoop ik dat die corona zo buiten mijn lichaam zetten. Welkom bij Keukenkunsten met Daan. De vorige keer heb ik te snel omgedraaid. En nu heb ik te lang gewacht. Nou kijk, deze kant is, als je deze kant zou zien, zou je denken wel een goed gelukte pannenkoek. Andere kant hebben we het gewoon niet over. Ik ga zo de GGD bellen. Dan ga ik eerst nog eventjes mijn temperatuur opnemen. Oké. Mijn temperatuur is 36,6. Dus ik ga er even een foto van maken. Nou, zoals jullie zien zit ik in de auto. Ik heb mijn mondkapje bij me. Als het goed is heeft mama straks op stal een beter mondkapje. 9 dagen quarantaine gehad. Na 7 dagen moet je 24 uur klachtenvrij zijn. Alleen de klachten, ja, daar weet eigenlijk niemand over wat dan precies de klachten zijn. Ik ben sowieso al 4 dagen ben ik koortsvrij. Dat is ook wel heel belangrijk. En ze vragen vooral, vraagt de arts zeg maar, alles wat je nog het idee hebt, dat voelt wat voor jou niet normaal is. Dat zijn nog klachten. Nou ja, dat mijn longen slecht voelen, dat is gewoon echt een naslag aan het virus zeg maar. Dus dat hoef ik niet als een klacht te zien. En verder, ja, ik voel me eigenlijk gewoon weer heel fit. Tuurlijk zie ik eruit als een spook en ben ik nog steeds heel erg moe. Maar ja, is ook wel een beetje wat griep met je doet. Dit is gewoon ook de naloop na griep. Desalniettemin ga ik extra voorzichtig zijn op stal. Yay, daar ben ik. Hey vriendje. Nou, ik heb Just lekker opgezadeld in de stal. Ik heb Just ook eventjes lekker gelongeerd. Dus die heb ik even stap eraf galop laten doen aan de lunchje. Zodat ze in ieder geval de gekheid kwijt is. En dan is nu het moment dat ik erop ga klimmen. Nou, dit valt me eigenlijk best heel zwaar, want ik heb, ik denk een half uurtje erop gezeten. Waarvan 2 rondjes gedraafd, 2 rondjes galoppeerd en de rest alleen maar gestapt. En ik ben nu echt kapot. Ik heb weer helemaal van die wiebelbenen. Weet ik niet zo goed wat ik ervan moet zeggen. Het valt me echt heel erg tegen. Ik dacht even huppakee. Het voelde ook alsof ik zeg maar helemaal niet eens meer kon paardrijden. Zeker de galop, zo onstabiel. Alsof ik elk moment af kon vallen. Dus, nou ja. Ik heb vanmiddag weer eventjes bijgeslapen op de bank. Alle paarden zijn door Felicia vandaag de box 2 keer uitgehaald. Maar ik wil eigenlijk kijken deze week of het mij lukt om voor Just te zorgen. Nou, ik heb Just eventjes gewandeld. Het is buiten een beetje, het zie je aan mijn jas, een beetje aan het miseren. Ik heb niet te lang gestapt, want en in de binnenbak waren de lessen. Oh, dat was licht, sorry. Ik had Aso, kijk hier. Aso nog niet gezien eigenlijk vandaag. En die is de eerste die echt gewoon zijn eten opzij zet. Om met mij te kunnen knuffelen. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En vandaag is de ene laatste quarantainedag. Daar ben ik echt heel erg blij om. Zo zien dus bij ons tegenwoordig de ochtenden eruit. Lekker rustig. Ik ben ons aan het klaarmaken voor school. Want de herfstvakantie is over. Ik heb vandaag voor Jodie een bakje met voor de 10 uur cashewnoten. En dan heb ik hierin een boterham en een stuk bananenbrood. Nou, ik voel me dus opeens helemaal niet lekker. Ik had allemaal plannen voor dingen die ik wilde doen. Maar ik heb het gewoon echt, ik heb het koud. Ik heb hoofdpijn. Ik ben nog helemaal ingewikkeld in sjaals en dekens. En nou ja, goed, ziet er niet uit. Zo, ik voel me echt niet goed. Ik weet niet of ik dit wil opeten. Ik ga in ieder geval op de bank liggen. Ik moet ook nog echt even mijn haar gaan wassen. Ik heb de shida altijd zo intens tegenop. Tegen het wassen van mijn haar. Ik vind dat echt, ik vind het zo vreselijk. En het niet wassen is ook geen optie. Maar Jortje staat nu in de molen. Dus dan staat hier geen hengst.
Gaat Justy nu lekker hier poetsen. Ben je slapen vallen, vriendin? En dan gaat Justy eventjes rijden. Nou, ik zit op Justy. Ik heb eventjes voor de zekerheid, omdat ik mezelf nog niet heel stevig voel, even een slofje erbij. Niet omdat ik hem heel graag aan de slof vast wil trekken, maar wel dat mocht er iets gebeuren. Dus is toch ook een week niet gereden. En gisteren was ze ook best wel fris. Dan heb ik even een extra handvat. Ik ga even lekker rijden. Ik wil niet te veel doen vandaag. Want ik heb Kiertje ook vanmorgen al gereden. Let's go. Oh, just. Nou, in tegenstelling tot gisteren, dat het rijden eigenlijk echt helemaal niet ging, ben ik vandaag wel weer iets positiever. Ik ben wat eerder gaan galopperen, waardoor ik kon doorzitten. Dat kost een heel stuk minder kracht voor mijn benen. Dus dat voelde eigenlijk wel heel goed. Heb ik best lekker kunnen rijden. Ja, echt vandaag wel weer heel blij. Eventjes met haar therapiedekentje. Ze zal vast een beetje spierpijn hebben. Na ook een week niks gedaan te hebben. Dus je laat nog eventjes lekker zo staan. En dan ga ik ook weer even uitrusten met een bakkie. Oké, het is lekker donker. Maar ik ben hier met Just aan het wandelen. Oh, we zien nu helemaal niks meer. Even onze avondwandeling. En goed voor mij. Just die heeft haar staldekentje om. En haar beschermertjes. Die heeft het idee dat mijn schoenen eetbaar zijn. Ik ga lekker naar mijn bedje toe. Tot morgen. Hallo, hallo. Ik ben herrezen uit de quarantaine. Ik voel me helemaal goed. Ik denk dat ik gewoon een soort hypochonder allergie heb. Of ik weet niet precies hoe je dat noemt. Maar ik voelde me opeens steeds zieker worden. En ik dacht, oh jezus, voor mijn gevoel kwam het gewoon nooit meer goed met me. Maar toen vanmorgen dacht ik, volgens mij voel ik me gewoon helemaal goed. Dus ik ben lekker naar stal gegaan. Ik heb al les gegeven. En ik ga nu Atos even opzadelen voor Daan. Dan kan ik daar naar Cas rijden. Daan heeft wel echt last. Die is natuurlijk klachtenvrij, maar die is echt, die is nog heel snel buiten adem. Die heeft echt heel weinig kracht. Dus wat dat betreft is dat wel echt een, kijk, als je griepen hebt, dan is dat wel echt een heel groot verschil. Dus dat is wel echt, daar bouw ik echt van voor haar. Dat vind ik echt, is echt naar als je dat hebt. Dus ik ga haar gewoon een beetje helpen en ondersteunen daarin, zover ik dat kan. Ja, dus ik ga nu even Atosje opzadelen. Ja, en dan pik ik jou gewoon in volgende week. Hier vanaf de rug van Atos. Ik ga vandaag ook eventjes een rondje op Atos doen. Vooral een beetje stappen. Dat ik ze toch een beetje onder het zadel weer wat aan het werk kan zetten. Huh? Gaan we nu tegen de muur lopen? En door alle regen is het een beetje nat in de buitenbank. Wat ga je doen? Dus als goede bijkomstigheid hebben wij meteen de aquatrainer. Het is donderdagavond. Ik heb net voor het eerst weer wat les gegeven. Ik moet zeggen, het ging niet slecht. Ik heb een springles gegeven. Dus een groepsles Tessa en Zoe met Toby. Goed zo, lekker galopperen. Lekker zitten, ontspan je lijf en lekker galopperen. Hartstikke goed. Ik moet zeggen, dat ging eigenlijk wel heel goed. Ik had er ook wel weer echt zin in. Maar ik merk wel dat ik nu echt wel een beetje op ben. Dus normaal stap ik Just 's avonds altijd eventjes. Maar ik merk nu al na twee rondjes wandelen dat ik echt zeg maar flink buiten adem ben. Dus ik heb even de Berwick-pad van mijn tante geleend. Maar dan ga ik even kijken of ik ook zonder zadel op Just kan. Kijk nou, ik zit zonder zadel. Nou ja, wel met Berwick pet, dus niet helemaal zonder zadel, maar
Ik moest zelf even 3 pogingen doen. Ik weet, ik heb op Just haar moeder ook een keer een poging gedaan om zonder zadel te gaan. Maar die accepteerde dat absoluut niet. Dus ik was best wel even gespannen. Dus ik heb 3 sprongetjes gedaan zonder dat ik erop durfde te springen. Gewoon zonder zadel. Op Just. Ha, te leuk. Ik was echt super blij met Just dat ik zonder zadel op kon stappen. Dus dat is wel eigenlijk iets wat ik het liefst dan 1 keer per week wil doen. Dat ik gewoon lekker zonder zadel kan rijden. Vind ik voor mezelf ook gewoon echt heel goed. Kijken of ik dat erin kan houden. Ik ga nu lekker naar mijn bed. Je ziet hier. Ik ben echt heel moe. Tot morgen. Goedemorgen. Het is vrijdagochtend. Nee, niet. Het is al vrijdagmiddag. Ik heb het slecht vandaag, joh. Je zal het ook wel aan mijn gezicht zien. Ik heb gisteravond natuurlijk eventjes ik heb 3 lessen gegeven. 1 groepsles en 2 privélessen. Maar ik ben er echt gesloopt van. Het is zaterdag en ik ga nu met de therapiedeken naar Just toe. Vanavond komt Roos Dijssen hier naartoe. En dan hebben ik en Tess hebben samen kliniek en les in houding en zit. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga Just alvast lekker haar therapiedekje van Bukas omdoen. Dat zij ook lekker chill en los is in haar lijf. Zover ik weet gaan we als het goed is eerst op joker. Dat is volgens mij iets mechanisch. Of een mechanisch paard of een neppaard. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik vind houding en zitten altijd zelf heel belangrijk. Dus als ik daar iets over bij kan leren, dan vind ik dat onwijs leuk en leerzaam. Ik heb het deken al verteld. En dan gaan we in de bak alvast de camera's klaarzetten. Even een stukje doorzitten nog misschien daar. En wat zei jij over je stukkelpaard? Nou, dat stukje op de looplijn. Ja? Dat vind ik echt heel moeilijk. En dat is een paard die toch een beetje de hals zo heeft. Ja. Vind ik dat stukje zeg maar echt heel moeilijk om dan en die verzameling te houden en daar ja. Dan... En die aanleuning open. Ja. Oké, elke doorzitten ziet er helemaal niet zo verkeerd uit. Ik zou hier nog iets het contact met de zit en de rug willen optimaliseren. En niemand kan je dat zo goed laten voelen als joker. Dus dit is een heel mooi gevalletje om dat even met joker te gaan ervaren. Ja. En je zal dus merken straks op joker, maar ook daarna op je echte paard, dat als jij iets beter alles in lijn brengt met elkaar, dat je meer wering krijgt. Ja. Op joker, omdat daar veren in zitten, maar ook straks in jouw rug en dus ook in de rug van je paard. Ja. Dit is een joker. Erg instabiel, dus ja, voorzichtig gaan zitten. Er zit geen singel aan, dus je moet even gewoon via het krukje en dan eroverheen. Ik ga mijn voet erin zetten of ik gooi mijn benen eroverheen? Nee, want dan zak je met zadel en al. Hier ik kan niet op, wacht nou erin. Woehoe! Ja, daar ben ik. Wow! Oh, ik kraakt. Ja, dat is normaal. Oké. Hieronder, je zit eigenlijk nu op een constructie van veren. En joker is de lichtkip van de speeltuin 2.0. Dus doe een stukje verlichte zit. Alleen helemaal verlicht. Echt gewoon boven je zadel. Ja. Buikspieren actief. Rugspier beter los. Mag ik even je staart... Voor de kijkers thuis. Ja. En maak je rug nu eens hol. Hol. Ja. Zo rij jij licht. Ja. Oké. Nou weer rug los, buikspieren actief. Zo is goed. En ga nu eens, zeg maar als je dit hebt, ja, van hieruit licht rijden. Ja, heel beter. Oh ja. Mee blijven zitten. Kijk, je kunt een paard verzamelen terwijl je in verlichte zit. Ja, sommige mensen denken dat ze achterover moeten. Ja. Terwijl dat je daar juist de beweging blokkeert. Die laat ik wel eens een keer van middengalop naar verzamelde galop rijden in een verlichte zit. En denk je, oh, hij doet het gewoon. Dit is wel goed. Voel je? Ja. Dus je moet altijd mee in de voorwaartse beweging. En die voorwaartse beweging, die kan variëren van ruim naar klein. Ja. Maar er blijft altijd een voorwaartse beweging. Hoe klein die ook is. Ja. Dus het blijft altijd van achter naar voren bewegen. Nou, dit was wel echt al super leerzaam. We hebben eerst eventjes gereden dat ze kon zien hoe onze houding echt is. Hoe onze houding echt is op het paard. Daarna hebben we op joker gereden. Dat was wel heel ook
confronterend, omdat ik toch graag met de beugels aan mijn tenen rijd, waardoor ik een beetje met mijn heupen voorover zit. En ja, daar hebben dus, heeft ze me heel veel oefeningen gegeven om dat te oefenen. Nou, oké, Daan, nou al hele mooie verbeteringen hier zo. Hoe voelt dit voor jou? Voor mij voelt het alsof ik met mijn bovenlichaam te veel naar voren ben. Ja. Maar het voelt wel, zeg maar, ik merk wel dat ik hier in mijn hand toe kan staan zonder dat ik mijn arm raar moet doen of zo. Ja, ik vind de verbinding vind ik al veel mooier van je af en voor je uit. Ja. Nou, wat je van het bovenlichaam zei, dat klopt wel ietsjes. En ook dat je nu nog ietsjes, als je paard een bal zou zijn, dan zou je nu die bal een beetje aan het terugrollen zijn. Dus probeer maar te visualiseren dat je op een bal zit en dat je die bal van achter naar voor onder je door laat rollen. En dan mooi zachtjes gecontroleerd gaan zitten. Dus je voeten... Goed je beugels gebruiken, alsof je met je voeten op de grond staat. Denk aan die houding waarin ik je niet van je plek af kon duwen. Mag mij een tikje verder met je voeten in je beugel, centimetertje. Ja, en denk bergop als je zo aan het draven bent. Dus die staat lekker op stal. Het was echt mega leerzaam met Roos. Ik ben ook echt een stuk bewuster van mezelf geworden. Jullie hebben nu in de vlog een aantal stukjes van Roos gezien. We gaan van de lesdag samen met Roos gaan we 1 of misschien wel 2 aparte video's maken. Dus wil je het eindresultaat weten, wacht dan eventjes op die video's. Want het is echt heel leuk, want je ziet ook echt aan Just heel veel verschil. Ik ga nu lekker naar mijn bed. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. En tot volgende week. Doei!